Soms lijkt het erop of juist datgene waar we bang voor zijn, naar dat toe lobby. Want een heleboel Surinamers, en dat weten we, die zijn op snikkie, die vrede snikkie. En toch was het item van het echtpaar dat slangen als huisdieren heeft, een van de meest bekeken items van 2019. Dus in dit geval kunnen we niet zeggen, Sakon kon lobby naar dat Redden TV. In dit geval is het denk ik nieuwsgierigheid. Maar laten we terugkijken naar dat item. Huisdieren. Een heleboel mensen hebben ze. Wel eens maar een kwekie dagu. Anderen hebben vogels. Noem het maar op. Maar slangen, dat is weer een ander verhaal. Er zijn maar heel weinig mensen in Suriname die slangen thuis kweken. Wij vonden het interessant om te praten met een echtpaar die wel een aantal slangen thuis kweekt. En ze doen dat als een hobby. Ze hebben er enorm veel plezier in. Het leek ons leuk voor Takanga de Smaris om wat meer erover te weten te komen. Hoe zijn ze bijvoorbeeld ertoe gekomen om dat te gaan doen? We starten met Gary. Hij is de man binnen het echtpaar. En hij vertelt ons hoe het toen is begonnen. Dus mijn verhaaltje is als volgt. Vanaf kleins af aan, toen ik nog een kleine jongen was, was ik vreselijk gefascineerd door slangen. Documentaires, eigenlijk niet alleen slangen, reptielen. Al waren het kaimanen, krokodillen, leguanen zelfs. Ik hield ervan om naar documentaires te kijken op de televisie. Die miste ik nooit. Ik vond het gewoon apart. Ik vond het interessant. Ik had nooit griezels of zo. Toen werd ik dus tiener. Had ik dan die tijden dat ik in de stad wandelde op de zaterdag. Had ik die periode vriendengroepen die dus slangen hadden. Ze wandelden met die slangen in de stad. En op een dagje, dan kwam ik dus zo een van die jongens tegen en vroeg ik hem, mag ik die slang houden? Want ik vond het een geweldig iets. Dus heb ik hem voor het eerst aangeraakt, zo'n slang. Het was een tapijtslang om specifiek te zijn, een baby. En ik was er helemaal weg van. Dus begon ik mijn ouders hun hoofd moeten maken van, mijn moeder vooral. Mama, mag ik een slang? Ik wil een slang kweken. Zij zei van, jongen, je bent gek of zo. Je weet niet meer wat je moet doen. Dus, het was iets dat ik wou. Dus ik bleef er vragen. Haar woorden waren uiteindelijk van, kijk nou. Later, als je zelf woont, in je eigen huis, mag je hebben zoveel slangen je wil. Ik heb precies dat gedaan. Dus thuis bij je ouders had je geen slang? Dus nee, omdat ze keurden het niet goed. Ze waren er zelf ook bang voor. Dus dat lukte niet, dat was geen optie. Oké, en nu, hoeveel heb je er? Nu ben ik op een totaal van 16. Ja. Met nog mogelijkheid tot uitbreiding? Dat is moeilijk om te zeggen, je weet nooit wat er gebeurt. Want we hadden eigenlijk 15. Maar we werden een dagje verrast door een kennisse van ons. En die bracht dus eentje voor me die ik nog niet in de collectie had. Dus ik moest hem nemen. Oké. Marleen, jij hebt die liefde aangeleerd door Gary, heb ik begrepen. De Gary, dat was in 2014, als ik me niet vergis. Hij zei van, kom, laten we een slang gaan halen. Dat was een baby tapijtslang. En ik was wel een beetje, hoe moet ik het zeggen, ik had wel eigenlijk... Ja, maar aan de ene kant van, ook van, het wordt mijn eerste keer. En toen ik hem had aangeraakt, begon ik wel van, het is niet net als wat men zegt, van, het is griezelig. Mm-hmm. En vanaf toen dan... Is dat niet, is dat nou glibberig, hoe noem je het? Nee. Lekker zacht. Lekker zacht. Zacht, lekker zacht. Droog. Ja, droog. Koud? Nee. Cool. Want slangen zijn nou eenmaal koelbloedige dieren. Alle reptielen trouwens. Dus ze voelen cool aan. Mm-hmm. Ja. Maar jullie wonen natuurlijk, jullie kweken die slangen thuis. Hoe komen mensen graag bij jullie op bezoek? Je hebt twee typen mensen. De mensen die het ook leuk vinden. Mm-hmm. Die komen af en toe op bezoek om een piepje te nemen. En je hebt anderen die... Zoals jij, die dus een grote angst hebben. Ze komen wel, maar dus altijd met de vraag, zijn ze allemaal binnen, zijn ze veilig? Ja, dus ja, dan, zo is het. Want die slangen lopen niet vrij rond? Nee. Nee. Jullie hebben speciaal onderkomen voor de slangen?
Ja, ze zijn trouwens allemaal apart, allemaal in hun eigen enclosure. Ze zijn nooit onbeheerd los. Oké. Okay. Maar hoe gaan jullie buren ermee om? Suriname, abataboe het toch? Over slangen, dat weten we allemaal. Surinamers over het algemeen zijn bang voor slangen. Ja, oké. Okay. De buren zijn op de hoogte dat we slangen kweken. Maar tot zover is er nooit een geval gebeurd dat een van ze zijn ontsnapt of zo. Dus ik kan eigenlijk vastberaden zeggen, onze slangen vormen geen last voor de buurt. Dus ze klagen ook niet? Ze zijn niet bang? Er valt niets te klagen, want ze blijven altijd binnen. Okay. Ja. Wat eten ze? Oké, okay, hun voedsel bestaat uit knaagdieren. Mm-hmm. Ik heb muizen, ik heb hamsters en ik heb ratten. Afhankelijk van de grootte van de slang zou je dan een pre-item, zo, dus een voeding, op maat kunnen selecteren. Nou, is dat dan geen erg kostbare zaak, slangen kweken? Ik ga niet voor je jakken. Ja, het kost aardig veel om dit alles te onderhouden. Ja. Ja. En ze moeten ook gebaat worden, al dat soort dingen, dat gebeurt allemaal gewoon. Wie doet dat? Help wel. Ja, dus voornamelijk ben ik belast met de verzorging. Maar wanneer ik hulp nodig heb, kan ik wel altijd een beroep doen op Marlene. Hoe moeten we het houden van slangen zien als huisdier in vergelijking met de huisdieren die we normaal kennen in een gezin? Bijvoorbeeld, je hebt een heleboel mensen die honden kweken en zo. Maar zien jullie ze als huisdier? Voor ons zijn het huisdieren en voor ons is het heel normaal. Maar ik kan me voorstellen voor anderen die dat niet gewend zijn. Het zal heel moeilijk zijn voor hun om te plaatsen. Maar het gaat er eigenlijk om. Het zijn gewoon dieren. Weliswaar exotische dieren. Ze zijn dus niet net als honden en katten, wat ze noemen domestic animals. Maar ze zijn te kweken. Het kan, het is mogelijk. Je moet het dus alleen willen, je moet er de liefde voor hebben vooral. Mm-hmm. En voor de rest is gewoon tijd erin stoppen. Maar raken ze ook gewend aan je? Zoals, je weet, de hond loopt al, kent zijn baas. Ja. Is dat ook het geval, zo het geval met slangen? Kennen ze jullie? Zijn ze tam? Raken ze gewend aan je? Zou je ze gewoon een keertje kunnen zeggen van, je mag een beetje op het balkon spelen? Oké, als ik dat zou mogen aangeven, slangen zijn zelfs op dat gebied makkelijker dan honden. Wat je zegt, een hond kent zijn baas. Als je een slang kweekt, als je een slang in gevangenschap houdt, vooral vanaf kleins af aan, dan wennen ze aan het in aanraking komen met mensen. Ze wennen aan het menselijk contact. Ze kunnen helaas geen onderscheid maken tussen personen, dus ze weten niet van wie de baas is of wie niet. Maar als ze eenmaal tam zijn, als ze al eenmaal rustig zijn, dan zijn ze dus handelbaar door anyone. Wat voor soort slangen hou jij? Hoe maak je keus van slangen die je houdt? Oké, ik heb weliswaar alleen wurgslangen, met name Surinaamse boas. En ik heb ook nog een aantal pythons. Die zijn oorspronkelijk afkomstig uit West-Afrika. Er zijn wereldwijd mensen die prefereren om gifslangen te kweken, omdat er ook een paar hele mooie gifslangen zijn. Maar voor mij is dat geen optie, want het is ten eerste een gevaar voor mezelf en ten tweede voor de buurt. Dus dat zou ik niet willen. Okay. Want wurgslangen bijten toch ook? Wurgslangen bijten ja, maar ze hebben geen giftanden. Dus hun bijt is praktisch schadeloos. Ben jij al eens gebeten? Tal van keren. Ja, het is jij ook? Ja, zij kan er trouwens ook van praten. Het is een normale gebeurtenis. De regel is, als je slangen kweekt, is het geen kwestie van als je gebeten gaat worden. Het is wanneer je gebeten gaat worden. Hoezo kun je ons dat uitleggen? Het is dus een simpelweg slangen bijten. Een slang die nooit bijt, is als het ware geen gezonde slang. Er is iets dat mis met die slang. Uh-huh. Maar ook de reden waarom ze bijten. Bij ons is het meestal de reden waarom ik meestal gebeten word, is door onvoorzichtigheid.
Want die slangen zijn gewend om wanneer ze een prooi toegediend krijgen, om daar gelijk aan te happen. Maar het kan dus zijn als je je hand in de omgeving van die slang hebt en je hebt de slang niet op de hoogte gesteld, want je geeft ze meestal een melding van hey, ik ben het, rustig aan, het is geen etenstijd, dan kan er zo'n geval voorkomen waarbij hij je hand als prooi vergist en ja, dan krijg je een beet. Krijg je een hap. Doet het pijn? Pijn is... Wordt liever gebeten door een slang, een niet giftige slang, dan een hond. Ja? Dus, maar je hebt er geen last van daarna? Nee. Helemaal niet. Er zullen een heleboel mensen jongeren kijken. En er zullen wel mensen zijn die ook zeggen van ja, maar het lijkt me ook wel wat. Dus wat is het eerste wat je toch wel in acht moet nemen wanneer je vindt dat je slangen moet kweken? Want we hebben ook gehoord dat mensen slangen kweken en die dat niet op de juiste manier doen. Zo, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik zeg dit, en het geldt niet alleen voor slangen. Voor elk dier dat je kiest om in je zorg te nemen, om te kweken, moet je wel degelijk acht houden met het feit, ga je het dier kunnen verzorgen? Ga je het dier kunnen geven wat het allemaal nodig heeft? Want het heeft geen zin om een dier te vangen, een dier in gevangenschap te zetten en dat dier te laten lijden. Daar ben ik trouwens sterk tegen. Dus de vraag waarop je allemaal zou letten. Ten eerste, heb je de ruimte? Heb je de middelen, zoals de voeding en zo, en de omstandigheden waarin het dier moet leven? Trouwens, die informatie is allemaal te vinden op het internet. Ja. Hè? Dus het is tegenwoordig geen gissen meer. Je zoekt de informatie op en je krijgt daar alles te lezen. Okay. Dus eigenlijk is het zo simpel. Je checkt wat je allemaal nodig hebt. Kan je dat voorzien? Ja of nee? Doen of niet doen? Oké. Tot slot, er zal ook wel kritiek zijn uit jullie omgeving, want dat heb je altijd, toch? ik weet bijna 100% zeker dat mensen ook wel zullen zeggen van de kwikisniki of afkodri of dat soort dingen. Hoe gaan jullie daarmee om? We kennen eigenlijk alle kritiek al. Het zijn vaak standaard dingen. De vraag vooral, ben je niet bang? Ik bedoel van, we kweken ze, is het dan niet meer dan logisch dat we niet bang voor ze zijn? Maar kritiek, ja kijk, ik doe het voor de liefde. Het is mijn hobby, ik hou ervan, ik heb er plezier in. Ik weet, ik hinder anderen niet met mijn hobby. Dus het maakt voor de rest niet uit wat anderen mochten denken erover. Ja. Nou, hetzelfde was Gary. Ik heb ook geen moeite mee als mensen wat kritiek hebben erover. Voor mezelf, hè. En zo hebben we gesproken met Gary en Marlene Siafung. Het was een heel interessant gesprek. Je gaat niet vaak op bezoek bij mensen die thuis slangen kweken, omdat een heleboel mensen daar een eigen beeld over hebben. Het is nog heel erg taboe hier in Suriname, terwijl over de gehele wereld zijn er toch wel mensen die zich speciaal daarop toeleggen, die het als een grote hobby zien. We hebben in Suriname, hebben we dus onder andere Gary en Marlene die dat doen. En we hebben zo een beetje meer gehoord en een beetje meer geleerd over hoe het er allemaal aan toe gaat. De straat.